ergens in de Sinksen dagen. Toen de bosjes en de hagen vol met groene blaadjes stonden, had koning Nobel toen verkonden dat hij een hofdag houden zou. Alle dieren gingen toen op weg naar het hof. Ja, iedereen zei groot of klein, behalve één. Reinaard de Vos. Die durfde niet. Hij was zo'n deugniet. Hij had al zoveel kwaad gedaan. Hij had zo'n slechte naam dat hij zich niet meer durfde tonen. Nobel vroeg hoe men zich best kon wreken voor al die afschuwelijke zonden. Hij moest Reinaard zonder tijdverlies sommeren zich bij het hof te melden. Er werd in Parijs aangenomen dat Bruin hiervoor de beste bode was. Bruin was zeker van zijn stuk, maar liep toch in zijn ongeluk. Toen Bruin tot bij zijn vorst geraakt was, deed hij kreunend zijn verslag. De koning zei: als ik dit duld, dan mag men mij terecht verdoemen. Praktisch unaniem kreeg Nobel het advies dat het beste was dat Reinaard voor een tweede keer gedagvaard werd. Men gaf aan dat die beert de dagvaarding wel brengen zou. Miauw, God sta mij bij, zodat ik deze klus kan klaren. Ik hoop dat God mij zal bewaren. En zo ging die beert dus op stap. Hij repte zich gezwind naar Malper thuis en vond er Reinaard voor zijn huis. Die beert sprak hem aan. Miauw, we mogen God je een goede avond geven. De koning staat je naar het leven als je niet meekomt naar het hof. Onovertroffen held, van harte welkom, neef. Morgen vroeg ga ik gedwee met u naar koning Nobel mee. Dat lijkt me laat. Het is beter dat je nu direct vanavond al naar het hof vertrekt. Nee. Gij logeert vannacht bij mij. Wat eten wij als ik hier zou blijven slapen? Een vette muis. Er woont hier een pastoor en in zijn schuur daar huizen zo verschrikkelijk veel muizen dat geen wagen ze kan dragen. Jou zijn daar zoveel muizen. Breng mij naar dat eetfestijn. Ze gingen dus onmiddellijk op pad, tot ze aan de lemen muur van de bewuste voorraadschuur gekomen waren. Daags tevoren was Reinaard daar al ingebroken en had daarbij een haan genekt. En toen die diefstal was ontdekt, was Martinet, de zoon van de pastoor, zo boos geworden dat hij voor het gat direct een strik gezet had. De sluwe Reinaard wist dat en zei tegen zijn neef: die beert, gij zijt lenig. Weet je wat? Kruip naar binnen langs dit gat en grabbel in het rond. Hoor ze piepen. Miauw, moet ik langs dit gat naar binnen, Reinaard? Is dat wel verstandig? Wel, die beert bangerik. Sinds wanneer doet gij zo flauw? Die beert schaamde zich en gauw sprong hij door het gat naar binnen. Maar voor hij zich goed kon bezinnen, zat hij met zijn kattenkop gevangen in de vossenstrop. Wat lachte Reinaard hem toen uit. Die beert schrok, waardoor de strik nog vaster liep. En in paniek gilde hij zijn doodsangst uit. Hij deed dat zo verschrikkelijk luid, dat zijn jammerlijk geblaat te horen was tot ver op straat. Vind je ze goed, die muizen? Zijn ze lekker vet? Die beert riep zo hartverscheurend luid dat Martinet ontwaakte en een kreet van blijdschap slaakte. Natuurlijk wekte die direct zijn vader, moeder, broers en zus. En de pastoor die kwam uit bed, volledig naakt, zoals God hem had gemaakt. Hij kwam naast die beert staan en sloeg hem met een stok, ongenadig op zijn kop. Slag na slag, terwijl de kater weerloos lag. Niemand spaarde hem wel, nee. De pastoor, die bloot stond in zijn volle glorie, hief voor een enorme slag zijn arm. En toen die beert dit zag, sloeg hij zijn laatste slag. Met zijn klauwen en zijn tanden in de aanslag sprong hij in de reet van de pastoor en beet zich vast in het klokkenspel dat wordt gebruikt bij het liefdespel. Hoewel Tibeerts toestand erg penibel was, zag hij dat allen rond de gevallen priester stonden en dat niemand op hem lette. Hij greep zijn kans en haastig sprong hij door het gat en ging onmiddellijk op pad. De eerste zonnestralen priemden door het zachte ochtendrood toen Tibeert als een zielepoot bij de koning aankwam lopen.
Hij had zich nogal laten stropen. En toen de koning Tybeert zag, liet hij vreselijk van zich horen. Hij zwoer dit zwaar te zullen wreken. Hij zou met Reinaard en zijn streken korte metten maken.